Dag allemaal, we zijn hier in collegezaal 2 van het Erasmus MC. Het is deze week Rotterdam Pride. En omdat het deze week Rotterdam Pride is, zijn we hier speciaal in deze collegezaal bij elkaar gekomen om het te hebben over seksuele en genderdiversiteit bij het Erasmus MC en in het onderwijs en het werkveld. Nou, we hebben hele interessante gasten. Ik zal zelf het panelgesprek leiden. Ik ben Chantal van der Putten, voorzitter van Student Pride Nederland. En aan mijn linkerkant zit Bibi. Bibi Bouwen, kun je iets korts over jezelf vertellen? Ja, mijn naam is Bibi Bouwen. Ik ben tweedejaars opleidingsassistent bij de neurochirurgie. Ik heb gestudeerd ook aan het Erasmus MC en geboren en getogen ook in deze omgeving. Dankjewel, dankjewel. En Geeske van Woerden. Dankjewel. Mijn naam is Geeske van Woerden. Ik ben universitair hoofddocent hier aan de afdeling, deels aan de afdeling neurowetenschappen, deels aan de afdeling klinische genetica. En ik heb hier lange tijd geleden gestudeerd en ik zit hier aan tafel omdat ik samen ben met een vrouw. En Bibi, jij was ook samen met een vrouw, hè? Ja, dat klopt zeker. Die heet ook Bibi. En die heet ook Bibi. Ja, dat was wel heel mooi inderdaad om te horen. Dat is wel lekker makkelijk. Zeker, voor iedereen. Dan ga ik door naar Arvan. Arvan Ikram, kun jij iets vertellen over wat je werkzaam hier deed? Ja, goedemorgen. Ja, Arvan Ikram. Ik ben afdelingshoofd van de afdeling epidemiologie. Ik zit hier vandaag aan tafel omdat ik ook sinds kort voorzitter ben van de Taskforce Diversiteit en Inclusiviteit. En ook ik ben met de vrouw. En ik ben geboren getogen in Rotterdam. Loop al sinds 1999 rond in de gebouwen en de omgeving hier. En je had een heel mooi filmpje opgenomen, zag ik. Ja, dat klopt. Nou, ik had hem niet zelf opgenomen, maar ik figureerde daarin. Ik kijk terug op een mooi resultaat. Niet alleen van de filmpje, maar ook de reacties en waar we voor staan met dat filmpje. Ja, even voor de kijkers. Er is een kort filmpje opgenomen van het hijsen van de vlag, van de regenboogvlag, aan het begin van Rotterdam Pride. En daarmee lieten jullie zien dat het Erasmus MC achter inclusiviteit staat, ook op dat vlak. In ieder geval, dat haalde ik eruit. Jazeker, ja. Dat klopt, oké, mooi. Dan gaan we door naar Rozan Kerkhaart. Zeg ik je naam zo goed? Ja, zo spreek je mijn naam uit. Precies, vertel eens wat over jezelf. Ik ben Rozan en ik ben nu vierdejaars geneeskunde student. En naast geneeskunde ben ik ook singer-songwriter. Dus ik heb het beetje beide van twee werelden. En ik zit hier namens DISCO en dat is Diversiteit en Inclusie Studentencommissie. En wij zetten ons in voor een inclusief en divers leerklimaat binnen de faculteit. Ja, mooi, mooi. Fijn dat je kon aansluiten. Iedereen is redelijk last minute gevraagd, dus ik ben heel blij dat jullie allemaal tijd konden vrijmaken om hier te zijn. Net in het voorgesprek merkten we al dat het gesprek best wel snel op gang kwam toen we het hadden over onze eigen ervaringen binnen het onderwijs, binnen het Erasmus MC. En ik wilde eigenlijk de eerste vraag in de groep gooien. Ja, hoe het is om als student, opleider of arts een klein beetje misschien af te wijken van de standaard norm die vaak gezien wordt als een man-vrouw met een paar kinderen. Stel, je wijkt daar een beetje van af. Hoe is dat hier? Wie kan daar wat over zeggen? Daar kan ik wat over zeggen. Ik vind als arts leven we in een nog steeds vrij traditionele wereld. En van oudsher is het een vrij traditionele sfeer die er onder de artsen heerst. Dus ik had, waar we het net over hadden, in het begin wel een kleine drempel om mijn vriendin te introduceren bij mijn collega's. En dat was met een groot diner en toen heb ik daar dus met een vriendin over gehad. Van joh, zal ik er nou meenemen of niet? Want eigenlijk weet niemand dat ik nu samen met een vrouw ben. Maar die vriendin zei ook van nou, hoe fijn is het als jij de persoon waar je het meest prettigst bij voelt mee kan nemen naar zoiets. En die gewoon aan je zijde kan hebben. En dat was eigenlijk voor mij argument genoeg. En toen heb ik er meegenomen en daar geïntroduceerd. En binnen no time was die drempel was ook weg. Maar het is toch in je hoofd altijd een kleine overweging, terwijl je die niet zou hebben. Ik ben ook met een man geweest en daar zou ik het nooit over na hebben gedacht, überhaupt om daar over te twijfelen.
En heb je dat nog steeds nu op dit moment? Dat je af en toe kleine coming-outjes hebt als je het over je privéleven hebt? Wat we op de afdeling doen, zeker tijdens de dienst, wordt er nog wel eens wat koffie gedronken. En dan gaat het ook al heel snel over thuis en met wie je bent en waar je woont en al dat soort dingen. En dan iedere keer weer moet je natuurlijk vertellen dan met wie je bent. Ik heb daar nu voor mezelf totaal geen enkele moeite meer mee. Maar soms zie je toch aan de reactie van mensen dat ze het niet hadden verwacht, bijvoorbeeld. Ze reageren natuurlijk altijd wel grappig, omdat mijn vriendin precies dezelfde naam heeft, wat vrij bijzonder is. Maar toch zie je iedere keer weer dat het net iets afwijkt van wat mensen dan misschien verwachten. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Ja, en jij zei daar net ook wat over, Geeske. Want, nou ja, vertel het zelf maar. Dat is eigenlijk veel interessanter dan dat ik jouw halve verhaal had te vertellen. Ik herken inderdaad wel een beetje wat Bibi zegt. Dat idee dat je toch iedere keer het gevoel hebt dat je het even moet noemen, bij wijze van spreken. Dus dat je inderdaad toch moet zeggen van ja, maar wacht, ik ben met een vrouw. Nou staat het redelijk groot op met neonletters op mijn voorhoofd geschreven. Ik bedoel, het is vrij moeilijk om eromheen te gaan als je mij ziet, denk ik. En de meeste mensen die komt het ook niet heel erg als een verrassing als ik het zeg. Maar ik moet zelf zeggen dat ik wel merk dat op het moment dat jij zelf, als je er zelf al geen punt van maakt en er gewoon over praat en het gewoon doet en er gewoon, dat andere mensen misschien in eerste instantie wel eventjes zoiets hebben van, oh, en daar, maar daarna dan is het ook gewoon normaal. Maar ik vind het zelf heel bizar, althans, het is eigenlijk al jaren dat ik er niet zo, dat ik er gewoon heel makkelijk en heel open over ben en ook als ik les sta te geven en er wordt me een vraag daarover gesteld of zo, ben ik er ook gewoon heel open over. Maar er was laatst inderdaad ook een afdelingsfeestje. Ik nam mijn vriendin dan mee daar naartoe. En gewoon het feit dat ik haar meeneem, daar denk ik daar niet over na. Het feit dat we daar met z'n tweeën zijn, daar denk ik daar niet over na. En achteraf dacht ik van, het is de eerste keer dat sommige van mijn collega's of sommige studenten van de afdeling mij met mijn vriendin zien, mij samen zien ook met haar. Misschien dat sommige mensen daar misschien wel iets over dachten of niet. Terwijl ik daar op dat moment helemaal niet mee bezig was. En ik bedoel, daarna laat ik het ook voor de rest ook weer los. Mm-hmm. Ik ben gewoon zoals ik ben. Maar dus je bent er wel iedere keer, denk ik, op een bepaalde manier mee bezig. Maar ik probeer het zo min mogelijk. Nou, als ik een vraag mag stellen. Ik vind het heel goed hoe jullie dit vertellen. Niet alleen wat jullie vertellen, maar ook hoe je het echt zelfvertrouwd kan vertellen. Als ik dan kijk, ja. Voor veel toehoorders hebben jullie het soort al gemaakt, carrière technisch professioneel. Mijn vraag is, waar ik naar benieuwd ben, is, heb je het gevoel gehad dat dit aspect ook van invloed heeft gehad op van invloed is geweest op de kansen die je hebt gehad? Ik bedoel, in opleiding tot neurochirurg, ja, dat is echt heel lastig, dat weet ik. Of UHD, inmiddels in een academisch centrum en succesvol zijn in de wetenschap. Dus heb je het gevoel dat dit aspect de kansen heeft beïnvloed die je hebt gehad, professioneel gezien? Nee. Ik hoop heel erg dat het niet heeft beïnvloed. En gelukkig zit ik nu op de plek waar ik wil zitten. Dus lijkt dat ook niet aan de hand te zijn. Maar ik vond het wel interessant om nog heel even in te haken op wat Geeske zei. Want jij zegt van nou, ik loop ermee op mijn voorhoofd, bij wijze van spreken. Iedereen kan het zien. Daar heb ik dan misschien nog steeds meer, nou, geen moeite mee, maar ik vind het wel belangrijk, zeker als dokter dan, om in het ziekenhuis rond te lopen, dat mensen niet per se hoeven weten wat mijn thuissituatie is. En dat vind ik een stukje privé, maar dat hoeven ze ook niet te weten als ik met een man ben of als ik met drie mensen tegelijk ben. Maar dat vind ik wel een aspect waar je als dokter toch dan weer redelijk blanco in moet zijn. Ook omdat je wilt dat mensen vanuit alle achtergronden zich prettig bij jou voelen. Dus daar probeer ik dan toch een klein beetje in mee te denken of me aan te passen. Je micro staat aan. Sorry, mag ik daar wat? Dat is dus het punt waar ik zelf denk ik een beetje moeite mee heb. Ik heb me heel erg lang aangepast op de middelbare school, toen ik vlak nadat ik uitkwam, dat het daar niet heel erg positief werd ontvangen. Dus ik ben juist inderdaad, toen ik hier aan het werk ging, had ik zoiets van, nou ja, ik ga me gewoon niet meer aanpassen. Ik ben zoals ik ben. En het is niet dat ik me nou per se op een bepaalde manier kleed of op een bepaalde manier doe, omdat ik duidelijk wil maken dat ik, maar dit is nou eenmaal hoe ik ben. En ik begrijp heel goed wat je zegt. Maar ik vind het aan de andere kant jammer dat je toch wel een beetje
dat ik denk dat er echt mensen zijn inderdaad die daar wel 's ochtends over nadenken. Van hoe ga ik me vandaag kleden? Hoe ga ik vandaag voor de dag komen? Want ik wil vooral niet dat ze denken dit of dat. Dus, en ik denk dat dat ook zeker voor studenten best ook wel een dingetje is. Dat het voor studenten soms juist ook fijn kan zijn als je beide kanten kan zien. Mensen die daar wel rekening houden, maar ook mensen die, even om het heel plat te zeggen, de scheid aan hebben en gewoon zijn zoals ze zijn. En daarmee misschien ook weer een voorbeeld kunnen zijn. Maar... Ja, want Rosanne, daar wil je vast iets over zeggen. Ja. Je ervaring met medestudenten. Ja, ik denk ook dat het heel erg belangrijk is dat er een soort van rolmodellen zijn. Wat me nog steeds heel erg bijstaat is een docent. En die was cardioloog en die zat helemaal onder de tatoeages. En die had een witte jas aan. En die witte jas ging uit en zijn tatoeages verschenen. En ik denk dat was ook een heel mooi teken van... En hij ging ook expres zonder witte jas voor de collegezaal staan. Zo van, kijk, ook als arts kan je tatoeages hebben. En dat is meer een voorbeeld dat je ook aan de ene kant inderdaad privé en werk wel gescheiden kan houden. Maar je kan wel een rolmodel zijn voor studenten op hetzelfde moment. En ik denk... dat als je jezelf bent als arts is uiteindelijk het belangrijkste. Ik denk, je kan niet je hele gezicht veranderen. Want er zullen misschien ook uiterlijke kenmerken zijn dat je bijvoorbeeld ziet dat je van een andere etniciteit bent. En dat kan je ook niet uitzetten. Dus het in geaardheid is ook op een bepaalde manier iets wat wie jij bent. En ja, op een bepaalde manier kan je dat ook niet helemaal uitzetten. Dus het is heel erg ook meten met beide, zeg maar. Ja, nee, ik ben het helemaal met jou eens. Je hebt volledig gelijk. En misschien is dat nog zelfs dan een stukje, om toch terug te komen op jouw vraag ook van daarnet, dat je toch net nog een beetje probeert aan te passen aan het geheel. Wat je zegt over die arts met tatoeages, ja, dat is super vet natuurlijk. En het liefst wat ik wil is inderdaad, als ik ook voor een collegezaal sta, dat studenten zich prettig bij mij voelen en dat ze eigenlijk alles bij je kwijt kunnen. En dat die sfeer probeer je ook altijd eigenlijk te creëren. Nou ja, wat jij zegt, mensen moeten daar ook inderdaad het gevoel hebben dat jij jezelf bent. En ik denk ook dat ik heel erg mezelf ben bij patiënten ook. Maar dan toch denk ik, als jij daar met een opgeschoren hanekam gaat zitten, dat leidt misschien soms af dan in de spreekkamer van de boodschap. Dus daar is misschien een tijd en een plaats voor. Want kijk, tijdens Pride kan ik ook wel losgaan. Maar in de spreekkamer moet je daar misschien soms nog iets, ja, iets meer blanco in zitten om mensen ook niet op het verkeerde been te zetten, bij wijze van spreken. Maar ik denk dat het grootste verschil hier is of je gaat provoceren of dat je gewoon inderdaad jezelf bent. Ik denk inderdaad, provoceren is iets wat je... Natuurlijk, dat is ook het grootste kritiek wat iedereen ieder jaar komt op de Kennel Parade, de grachtenparade inderdaad. Dat het lijkt op provoceren. En natuurlijk, provoceren denk ik is zeker niet de bedoeling. Maar aan de andere kant is het ook zo dat op het moment dat ik voor een college zal staan, stel ik zou met een man zijn. En ik weet dat sommige docenten inderdaad soms even hun thuissituatie als voorbeeld gebruiken voor een casus of voor een situatie of weet ik het wat. Ja, daar wordt niet moeilijk over gedaan als dat een man-vrouw verhouding is. Nou, in diezelfde manier wil ik er niet moeilijk over doen als dat bij mij een vrouw-vrouw verhouding is. En ja, dus wat dat betreft denk ik dat er wat dat betreft een grens getrokken moet worden wanneer het echt provoceren is en wanneer het, denk ik, jezelf zijn is. Maar ik snap ook wel dat die grens soms heel erg moeilijk te leggen is en dat die best wel vaag en grijs. Dat kan best wel een grijs gebied zijn. Nou ja, eigenlijk wat ik jullie hoorde zeggen, dat wil ik misschien even onderstrepen. Kijk, uiteindelijk gaat het ook echt om de inhoud. Hè? Zeker als je het hebt bijvoorbeeld over onderwijs. Mij zou het niet uitmaken wie college geeft, als ik maar de kennis krijg die ik nodig heb, die nuttig is voor mij en waar ik verder mee kom. En of het nou A, B, C, D of wie dan ook voor me staat, dat maakt me niet uit. En dat is eigenlijk waar het om zou draaien. En ook terugkomt op mijn eerdere vraag over die kansen. Ook daar zou gelden, als er iemand is die gewoon de bekwaamheid heeft en de kennis en de vaardigheden die je zoekt, dan hoeft het echt helemaal niet uit te maken. Dan mag het niet uitmaken wie dat dan doet. En dat, kijk, iedereen beaamt dat. Maar ik vind ook dat ook nogmaals expliciet genoemd mag worden. Mm-hmm. Even een wedervraag, ja. Want je zit hier voornamelijk ook vanwege je rol als voorzitter van de diversiteit en inclusiviteit. Wat is de reden waarom jullie dachten dat het echt noodzakelijk is om deze werkgroep op te starten, om dit kernteam op te starten?
Nou, ten eerste, er zijn heel veel activiteiten en hoe langer ik in die task voor zit, hoe meer ik op de hoogte kom van, hey, er wordt al echt vrij veel gedaan. Vaak zijn dat losse initiatieven, fantastische initiatieven, maar die echt losstaan zijn. En wat je dan ziet is één, dat het zulke mooie initiatieven zijn die gewoon breder in de organisatie uitgezet zouden moeten gaan worden. Twee, dat zijn initiatieven die vaak afhangen van één of enkele mensen. En die kunnen het ook niet langdurig doen. Stel dat iemand iets moois opgezet heeft en die persoon is bijvoorbeeld in opleiding en vertrekt daarna. Ja, het zou zonde zijn als zo'n initiatief dan voor ons verloren gaat. Dus wat ik met name mijn rol zie voor de taskforce is niet dat wij nieuwe dingen gaan bedenken. Want heel veel dingen zijn al bedacht. We hebben ook heel veel ideeën opgehaald uit de organisatie. Maar het gaat met name om dat wij ervoor zorgen dat dat zichtbaarder wordt, dat het breder uitgezet wordt en dat het ook langdurig vastgehouden wordt. En ik heb vaak geroepen, dat zeg ik hier ook, ik denk dat deze taskforce succesvol zal worden als het op een gegeven moment overbodig geworden is. Want diversiteit en inclusiviteit moet gewoon in het DNA van het Erasmus MC verankerd worden. Dat is mijn doelstelling. Nou, dat zal niet in een paar maanden gebeuren. Dat kan best misschien 1 of 2 of 3 jaar overheen gaan. Maar uiteindelijk moeten wij overbodig worden, want dan zijn we succesvol geweest. En hoe ver denk je dat we daar nu in zijn? Wat zijn jouw ervaringen tot nu toe? Hoe ver we daarin zijn, nou, dan denk ik gelijk aan van, ja, moet ik nou een percentage noemen? Nee, dat doe ik niet. Ook voor mij is het een leerproces. Ik was ook niet op de hoogte van allerlei initiatieven. En elke vergadering weer komt er weer iets op. Denk van, hey, ja, dat is briljant bedacht. En is het alleen daar of bij die afdeling? Ja, maar waarom dan? Dus ik denk dat het een proces is waar we in zitten. Een proces waar we met z'n allen doorheen moeten. Het is niet een keuze van, nou ja, laten we het maar dat niet doen. En ik denk dat het ook een mooi proces is. En hoe ver we daarin zitten, ja, nogmaals, zodra het verankerd is in de organisatie, moet het gewoon de normaalste zaak van de wereld worden, dat we daar eigenlijk überhaupt niet actief bij hoeven stil te staan, omdat we in onze onderbewustzijn dat al gewoon als normaal accepteren. Dus misschien ben ik om je vraag heen gegaan, maar ik hoop daarmee aan te geven van, we zijn onderweg, maar we zijn er ook nog niet. Ja, ik snap heel erg goed wat je bedoelt. Ik vind het alleen voor mezelf, als we het nu hebben over Pride, dan deze week. Dit is de eerste keer tijdens mijn carrière, die sinds 2007 bij Erasmus MC loopt, dat ik eigenlijk actief dingen over Pride heb gehoord en gezien binnen het Erasmus MC. Ik zag die vlag hangen, nou, dat is dan wel geinig. Maar wat mij betreft, ja, zo'n vlag doet niet zo heel veel als je er binnen de organisatie ook niet echt actief mee aan de slag gaat. Ja. En misschien hebben jullie andere ervaringen, maar ik heb dat dit voor de eerste keer is dat we er nu zo'n gesprek over voeren. Ja. En dat het wat zichtbaarder wordt. En ook als je kijkt naar voorbeelden binnen het Erasmus MC, nou, die zijn denk ik op één hand wat mij betreft te tellen, waarvan ik denk van, nou, dat zijn mensen die echt strijden voor genderdiversiteit, andere diversiteit. Ja, dat vind ik nog vrij beperkt. Nou, ik vind het heel terechte vraag, Bibi. Natuurlijk, deze week staan wij stil bij Pride. Maar voor de taskforce moeten we niet stilstaan, we moeten verder. Dus we hebben eergisteren volgens mij ook een vergadering gehad van de taskforce. En ook gezegd, oké, we hebben nu tot nu toe geïnventariseerd, gekeken wat er allemaal is. We moeten nu echt overgaan naar actie. We hebben dus ideeën opgehaald, targets geïdentificeerd in onze gelijkheid, diversiteit en inclusiviteitsplan. Daar binnen een prioritering aangebracht. En wat we nu willen gaan doen is daadwerkelijk een aantal van die targets gaan uitrollen. Dat kunnen de taskforceleden niet alleen. Wij willen nu werkgroepen gaan formeren waarin taskforceleden zullen zitten. Maar we gaan ook een outreach doen naar eigenlijk alle Erasmus MC'ers die graag zouden willen bijdragen aan één of meerdere van die werkgroepen. En op die manier proberen we dus nu echt een vliegwiel draaiende krijgen. En natuurlijk, er zijn zoveel ideeën, zoveel targets. We zullen dat niet allemaal tegelijkertijd kunnen aanpakken. Maar het idee is wel dat wij nu gewoon gaandeweg zichtbaarder en concreter ook dingen gaan behalen en op die manier hopelijk kunnen wegstrepen van, kijk, dit is iets wat nu verankerd is of dit is nu aangepakt en we gaan verder. Zou je wat van die voorbeelden kunnen noemen? Want ik ben nu echt heel benieuwd. Ja, één van de. Nou, ik kan er twee noemen. Eén is dat wij een cursus over diversiteit en inclusiviteit en implicit biases. Die willen we nu gaan uitrollen voor medewerkers van het Erasmus MC, waar we ook eigenlijk alle medewerkers breed, maar met name ook mensen in leidinggevende posities dat willen aanbieden. Van
luister, die implicit biases, dat is echt iets. Juist omdat het implicit is, denkt men soms van dat bestaat niet. Nee, het is implicit en het bestaat. Dat is één heel concreet een training. Tweede is dat we ook echt werk willen gaan maken van het laagdrempelig kunnen melden van misstanden op de werkvloer. Dat kan gaan over gebrek aan diversiteit, inclusiviteit, maar kan ook gaan over intimidatie of discriminatie of wat dan ook. En dat veel laagdrempeliger gemeld kan worden en dus ook zichtbaarder en bespreekbaarder worden. Dat zijn twee dingen die we in ieder geval als korte termijn, maar ook acute prioriteiten hebben geïdentificeerd. Dus de cursus kunnen we vrij snel uitrollen en de andere is echt een acute prioriteit waar we gewoon langdurig aandacht voor moeten gaan komen. En dit, ik bedoel, ik vind het echt fantastisch dat jullie dit nou gestart is en dergelijke. Maar het klinkt inderdaad heel veel alsof dat het vooral gedaan wordt op dit moment voor medewerkers. Maar wat is er op dit moment beschikbaar ook voor studenten? Ik corrigeer me hier. Ik beschouw studenten ook als medewerkers. Dus het was niet van medewerkers en niet studenten. Het is medewerkers waaronder studenten. Ik denk dat Rozanne hier wel wat over kan zeggen eigenlijk. Ja, klopt. Want wij met DISCO zijn dus ook bezig met een cursus voor studenten. En dat gaat dan over diversiteit en inclusie in de patiëntenkamer. En daarbij zijn er 6 avonden. En er wordt er over 1 onderwerp gesproken. Zodat je straks hopelijk je patiënt ook beter leert kennen. Want een patiënt is veel meer dan alleen een ziekte. Wat is zijn of haar culturele afkomst? Wat betekent nou eigenlijk als je bij de LGBTQ+ community hoort? Wat betekent dat nou eigenlijk? Hoe behandel je die patiënten? Als in wat ligt bij hun? Wat zijn onderwerpen die gevoelig bij hun liggen? Hoe praat je daarover? En dat die cursus gaat starten vanuit de GES-projecten. Super, klinkt echt heel goed. Maar volgens mij wordt hier nou wel 1 stap nog overgeslagen. Namelijk studenten moeten zichzelf wel eerst vrij voelen en goed voelen om zelf uit te kunnen komen. En het voorbeeld wat je aangaf ook al voorheen, dat nog steeds niet echt. En dat nog steeds op de een of andere manier niet helemaal open is. En zijn er daar ook al stappen in? Waar kunnen studenten nu naartoe die zelf... Ik weet toen ik zelf hier begon inderdaad bij... ik heb middelbare school in Utrecht gedaan. Ik ben vervolgens hier naar Rotterdam gekomen. Toen was er in het Erasmus inderdaad ook niks. Ik ben wel op zoek gegaan van waar kan ik terecht om in ieder geval soortgenootjes te ontmoeten. Even heel flauw gezegd. Uiteindelijk ben ik hier bij jongeren COC aangesloten voor een korte tijd. Maar is daar nu wel meer, behalve DISCO, of is DISCO juist de plek waar de studenten naartoe moeten gaan? Of wat is er mogelijk? Ja, momenteel hebben we nog niet echt een soort van praatgroep, om het zo maar te zeggen. Dat hebben we helaas nog niet. Maar ik vind dat sowieso wel een goed idee, want zelf als student merk ik nog steeds dat er wel een soort van taboe is rondom dit onderwerp. En dat... dat er eigenlijk ook soort van niet over gepraat wordt. Inderdaad, wat jij net ook al zei. Dat het gewoon heel erg is van je gaat straks, word je arts, krijg je kindjes met een man. En dan huisje, boompje, beestje. En je moet maar in het perfecte plaatje passen. En als je daar buiten valt, dan dat is niet eens een soort van optie, lijkt het te zijn. Terwijl we eigenlijk raar, we leven in de 21ste eeuw, 2021. Er zou tegenwoordig wel iets veranderd moeten zijn. Maar dat is dus nog steeds niet zo. In mijn omgeving merk ik dat heel erg. Zeker omdat ook geneeskunde is ook best wel een kwetsbare studie. Je moet je kwetsbaar opstellen bij bijvoorbeeld medische technieken. Hoe wordt er daarmee omgegaan? Wordt daar rekening mee gehouden? En zelf denk ik dat daar nog op dit moment te weinig rekening mee wordt gehouden. Dat er bijvoorbeeld misschien als je transgender bent, je bent niet comfortabel met je eigen lichaam. En je moet bij medische technieken maar tegenover een studiegenoot gaan zitten. En je kan wel naar de studieadviseur. Maar dat is dan weer een best wel grote drempel. Dus wij zijn ook aan het kijken naar mogelijkheden. Om dus misschien een soort van... een student te hebben, een betrouwbare student waar je naartoe kan gaan. Dat is dan toch een studieadviseur, is dan net een trapje hoger. Die daar dan over kan praten. Want dat is bij de studiegeneeskunde soms wel een probleem, dat het gewoon een hele kwetsbare studie is. Maar denk je ook niet dat docenten daar een grote rol in kunnen spelen? En dat we eigenlijk die verantwoordelijkheid meer moeten gaan pakken? Dat gesprek gevoerd wordt? Eigenlijk voordat je zo'n les start al over na wordt gedacht, dat sommige mensen zich daar ongemakkelijk bij kunnen voelen. En dat we daar met z'n allen gewoon veel meer over moeten kunnen praten en moeten gaan praten. Ja, helemaal mee eens. Ik denk ook al gewoon dit initiatief, dat er dus docenten over dit onderwerp willen praten, dat vind ik echt al heel erg goed. Daardoor hebben studenten het idee van, maar er kan over gepraat worden, zelfs met mensen die hoger zijn dan ik.
Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat je inderdaad misschien ook een groep docenten beschikbaar wordt gesteld die over dit onderwerp kan praten met studenten, over bijvoorbeeld medische technieken, over bepaalde onderwerpen binnen het curriculum die zij niet helemaal goed vinden. Ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld. Tijdens het blok gynaecologie was er een docent die tijdens de slides heel de tijd aangaf dat ouders man en een vrouw zijn. En het ging niet over kinderen krijgen, want dat weet je natuurlijk allemaal. Je hebt spermacel en eicel nodig, maar dit ging echt over ouders. En toen had een student een mailtje gestuurd naar deze docent van, hey, allemaal leuk en aardig, maar ik wil later ook heel graag ouder worden. En ik ben een lesbienne, dus zouden de slides veranderd kunnen worden? En de docent heeft de slides veranderd allemaal. Dus ook hoe deze docent, die bij eerste instantie had hij daar niet over nagedacht. Dat misschien omdat het een relatief nieuw onderwerp is waar nu over gesproken kan worden. Maar het feit dat deze docent hier op deze manier op reageert, vind ik wel heel erg professioneel in dat opzicht. Nou, ik vind dat dus een fantastisch voorbeeld. En dit is eigenlijk de cultuur die er zou moeten heersen overal en altijd. Natuurlijk, aan de ene kant, je kan zeggen, ja, de docent had beter moeten weten, de cursus, en dan is de implicit bias helemaal weg. Oké, prima. Maar zo'n docent zou ook oprecht dat even ontschoten zijn of wat dan ook. En dan moet er een cultuur zijn dat die aan de ene kant een student zich veilig en empowered genoeg voelt om de docent aan te spreken. En dat vervolgens de docent daar ook iets mee doet. En niet defensief gaat zeggen, nee, zo wil ik mijn college geven en zoek jij dan maar uit. Ik vind dit een fantastisch voorbeeld. Ik weet dat je nu weg moet, dus we gaan zo verder met het gesprek zonder Arvan. Maar Arvan die heeft echt heel erg zijn best gedaan om hier toch bijna een half uur bij te kunnen zijn. Dus heel veel dank daarvoor. Graag gedaan. En je mag je trein gaan halen nu. Dus ik zou zeggen heel erg bedankt en hopelijk tot de volgende keer. Yeah. We gaan straks, we houden dit gesprek vast en er schuift in plaats van jou schuift nu Gunnar Boer aan. Hij is bestuurslid bij Student Pride Nederland. Ja, Gunnar, welkom. Fijn dat je aanschuift. Ja, dankjewel Chantal. Ja, en Student Pride heeft natuurlijk inmiddels nu ook met behulp van een student, die heeft eigenlijk onderzoek gedaan naar inclusiever lesmateriaal. En zij is een student van de Amsterdamse Hogeschool. En er is nu een toolbox en die toolbox kunnen docenten gebruiken om hun lesmateriaal op inderdaad zo'n simpele manier eigenlijk veel inclusiever te maken. Nou, die toolbox is vrij beschikbaar. Als jullie dit zo horen, zouden jullie zoiets hebben van, nou, dat zou ook echt wel iets kunnen zijn voor het Erasmus? Zeker, ja. Ik denk dat we daar, precies wat jij zegt eigenlijk, dat er geen enkele kwade opzet bij is. Dat we nog steeds ook een situatie hebben waarin natuurlijk mensen met heel veel ervaring vaak voor de klas staan. Dat zijn ook de mensen van wat later of de oudere generaties. Waarbij dit gespreksonderwerp gewoon veel minder aan bod kwam. En dat we nu gelukkig in een tijd en plaats leven waarin dat aan de orde van de dag is. Maar dat daar ook inderdaad een langzaam leerproces aan de gang is. Waarbij die mensen ook, waarbij iedereen elkaar eigenlijk moet helpen om daar bewuster van te worden. En zo'n toolbox die kan daar zeker een goede rol in spelen. Ja, en ik denk ook dat we die mensen ook totaal niet kwalijk kunnen nemen. Want die zijn het gewend om op een bepaalde manier te doen. En die hebben gewoon geen foute intentie. Het is een soort ongoing proces. Althans, ik hoop dat ze geen foute intentie hebben. Laten we het zo zeggen. Ik denk dat je er gelijk in hebt. Dat de intentie is 9 van de 10 keer inderdaad gewoon niet slecht. Maar het is een kwestie van bewustwording. Het is ook een kwestie van durf verder te denken dan dat je zelf altijd gedacht hebt, bij wijze van spreken. Durf ook verder te kijken en durf je ogen ook open te doen voor bepaalde dingen die anders zijn dan de norm. En ik denk dat dat soms best ingewikkeld kan zijn als je zelf uit een bepaalde achtergrond of een bepaalde, en dan heb ik het niet per se dat het, dat kan de achtergrond in de breedste zin van het woord. Dat je daardoor gewoon er of zelf nooit aan blootgesteld bent, daardoor eigenlijk nooit mee bezig bent geweest en er dus niet van bewust bent. Dus het feit inderdaad dat nu die diversiteit en inclusiviteit steeds meer een item wordt hier in het Erasmus, zorgt ook gewoon voor een heleboel bewustwording. En ik ben heel blij dat inderdaad een student dan het lef heeft om te zeggen, ik ga gewoon mailen. Want dat is ook dat is onderdeel van die bewustwording. En die bewustwording moeten we langzaam maar zeker steeds meer in gang gaan zetten, denk ik. Merk je over het creëren van die bewustwording dat er ook mensen zijn die daar echt moeite mee hebben intern? Of? Dat is een goede vraag. Ik merk het zelf niet zo snel. Nou weet ik ook niet zeker of dat iemand nou heel makkelijk tegen mij zou zeggen van, nou, daar heb ik echt moeite mee, want ik sta er wel tegenover. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het
Ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat de meeste mensen er over het algemeen er geen problemen mee hebben met die bewustwording. Maar ik denk wel dat sommige mensen vanuit een bepaalde cultuur of een bepaalde achtergrond of een bepaalde opvoeding of iets dergelijks wel zelf even kunnen nadenken van, oh, hoe ga ik hier voor mezelf plek in vinden? Ik bedoel, voor mij is het de normaalste zaak van de wereld. Maar als jij met een bepaald idee bent opgevoed en je wordt in één keer hier aan blootgesteld, kan ik me voorstellen dat dat ook heel confronterend voor jezelf kan zijn. Ja, dat hoort er ook bij. Daar moet ook ruimte voor zijn. Dus daar moet van mijn kant uit ook ruimte zijn naar hun toe, om dat inderdaad ook te accepteren dat sommige mensen daar wel degelijk moeite mee kunnen hebben. Wat ik ook wel heel interessant vond, Geeske, wat Rosanne net zei, is dat wat je hoort vanuit studenten ook richting docenten, en dat speelt denk ik op geneeskunde sterk, maar misschien ook wel bij andere wat traditionelere studies, is dat er zoveel hiërarchie nog steeds is. En dat er vanuit studenten heel veel respect is voor de docenten, want daar staat toch echt de neurochirurg of daar staat toch echt de cardioloog les te geven. Maar misschien moet dat ook een beetje wat minder, want de lagen worden kleiner en er is niet meer zo'n grote afstand tussen docent en student, maar ook niet tussen dokter en patiënt. Want de patiënten mogen meedenken. En we gaan met z'n allen steeds meer toe naar een systeem waarin iedereen gelijk is aan elkaar. En ook daarin mogen studenten misschien gewoon net iets meer durven. Ja, zeg het maar tegen ons. Daag ons maar uit, want dat hebben wij nodig. En dat is denk ik gewoon een situatie waarin we meer elkaar kunnen uitdagen. Ja, precies. Ik denk ook dat dat ook een van de dingen is die nu het probleem is. Is dat je inderdaad die hiërarchie nog heel erg hebt. Dus daarom is ook een mailtje sturen naar de grote professor, omdat er iets fout in zijn slide staat, dat is dan toch best wel moeilijk. En ik ben zelf heel erg ingesteld van, oké, we zijn mensen. Het maakt niet uit wat voor papiertje je hebt gehaald in je leven. We zijn mensen. En ieder mens heeft zijn eigen normen en waarden en heeft ook zijn eigen rechten. Maar dan nog steeds inderdaad merk ik bij mijn medestudenten dat dat toch lastig is. Maar daarom ben ik ook blij met dit voorbeeld, dat deze student het gewoon heeft gedurfd om een mailtje te sturen naar deze docent. En ook inderdaad hoe de docent daarop heeft geanticipeerd, dat is echt gewoon, ben ik heel tevreden mee. Voordat we verder gaan, Maarten Frens, die hier natuurlijk van alles over kan vertellen, de prodecaan, die is net binnengekomen. Dus ik wil Gunnar Boer heel hartelijk danken voor zijn hele korte zit hier aan tafel. Maar het was heel fijn om je er even bij te hebben. En dan mag Maarten Frens jouw plek innemen. Want ik denk dat hij hier heel goed over mee kan praten. Nou, welkom. Voor ons allen ben je natuurlijk een bekend gezicht. Maar misschien is het goed voor die laatste persoon die niet weet wie jij bent, dat je nog even vertelt wat jij hier doet. Ja, ik ben Maarten Frens en ik ben de prodecaan onderwijs van het Erasmus MC. Dat ben ik nu 2 jaar. Ik werk al veel langer bij het Erasmus MC. Ik ben in 1996 begonnen hier als postdoc en ik heb allerlei verschillende functies gehad. Maar ik zit nu op de mooiste tot nu toe in ieder geval. En ik merkte in de 2 weken hier naartoe, want we hebben dit 2 weken geleden dus bedacht dat we deze sessie gingen doen met z'n allen. Heb ik gemerkt dat je heel actief was om het ook voor elkaar te krijgen. Dat we hier konden zitten in deze collegezaal. Wat is de reden dat jij dit onderwerp zo belangrijk vindt? De reden dat ik het onderwerp belangrijk vind is dat ik denk dat we in zijn algemeenheid veel kunnen doen aan het gevoel van sociale veiligheid van de studenten. Ik kom net binnenlopen. Ik heb geen idee wat jullie allemaal al besproken hebben natuurlijk. Misschien dat ik allerlei open deuren nu in trap. Dat er veel studenten zijn, ongeacht hun geaardheid, huidskleur, die zich hier op een bepaalde manier teruggehouden voelen in helemaal zichzelf zijn, helemaal dingen te kunnen doen. Ik vind dat heel jammer. Ik denk dat het onnodig is in alle opzichten. En ik denk dat we juist ook via een agenda die gaat over zorgen dat je jezelf kan zijn, zorgen dat je je thuis voelt, de hele studie en de hele beleving vanuit de studenten ook gewoon een heel stuk beter kunnen maken. En diversiteit en inclusie is daar een geweldig aanknopingspunt voor om daarmee mee te beginnen. Ja, jij wilde net al wat zeggen. Sluit dat hier nog op aan of... Nou, ik wil nog even ingaan op wat zij net zei over inderdaad dat de grens om inderdaad een docent erop aan te spreken. En daar is gelukkig dankzij het nieuwe initiatief inderdaad in Erasmus wordt er ook steeds meer aan gewerkt. Maar ik denk aan de ene kant is het goed dat studenten meer durven inderdaad om
docenten dus te benaderen. Maar die hiërarchie, daar kunnen wij denk ik onderling als medewerkers ook een heleboel aan doen. Ik denk dat wij wat dat betreft onze collega's ook gewoon moeten kunnen aanspreken op van joh, hey, wees eens wat aardiger of wees eens wat toegankelijker of iets dergelijks. Dus ik denk dat daar inderdaad ook niet alleen een rol voor weggelegd ligt voor de studenten, maar zeker ook voor de medewerkers. En Maarten? Ja. Ja, ik denk dat er juist een rol ligt voor de medewerkers. Want ik denk dat die laagdrempeligheid die studenten niet ervaren, dat wij als medewerkers die dat eigenlijk helemaal niet snappen. Het gebeurt jammer genoeg niet zo heel vaak, maar als ik een mailtje krijg van een student die zegt, nou, ik zou graag eens een keer een kop koffie met u willen drinken. Ik vind dat hartstikke leuk en ik durf te wedden dat 90% of 95% van mijn collega's dat superleuk vindt. En gewoon kijkt wanneer je de tijd in je agenda voor kan maken. Maar dat moeten we wel uitstralen, dat moeten we actief doen. We moeten aan het eind van een college niet zeggen, nou, als je bij ons stage wil lopen, dan moet je me melden. Je moet gewoon zeggen, als je het leuk vindt om nog eens een keer verder te praten, stuur me maar een mailtje en dan gaan we verder praten. We moeten dat actief uitdragen. En nogmaals, studenten, bijna alle docenten vinden het fantastisch als je de docent zo interessant vindt dat je nog een extra kop koffie met hem wil drinken. Echt. Ja, Rosanne, jij bent student. Als misschien Maarten dit zou aanbieden, zou je dan daar gelijk gebruik van maken? Ja, tenminste, ik vind het ook leuk om bijvoorbeeld over onderwijs te praten. Dus ik zou dat wel echt superleuk vinden. En het is inderdaad, wat Maarten ook zegt, dat je heel vaak aan het einde van de colleges meer een docent van, ja, inderdaad, als je stage wil lopen, hier is mijn mailadres, succes. Of niet eens van, als je nog vragen hebt, kan je het nu vragen en anders niet of zo. Daardoor heb je ook al een soort van, dat je denkt, oh, anders niet. Oké, ja, dan vraag ik maar niks, want ja. Het is niet per se heel erg hartelijk. En dat verschilt ook heel erg per docent hoor. Want er zijn echt docenten die echt gewoon, waar je inderdaad wel 100% zeker een kopje koffie mee zou kunnen drinken. Maar het is heel erg divers ook in dat opzicht, de docenten. En merk je dan nog een verschil tussen of de docent een arts is of dat de docent een onderzoeker is? Omdat er hier natuurlijk van beide kanten docenten staan. Generaliseren is moeilijk. Maar over het algemeen is inderdaad wel, onderzoekers zijn wel, staan daar meer voor open. Die zijn wel vaker van, oh joh, als je een keer wil meelopen bij ons, of je wil meer weten over dit onderwerp. Die zijn over het algemeen daar wel meer open in dan de gemiddelde arts. Maar nogmaals, generaliseren is een beetje lastig. Maar over het algemeen inderdaad, onderzoekers zijn opener. Ja, en in het begin van dit gesprek hadden we het al over. Ik zal het even herhalen waar we het toen over hadden. We hebben voor het eerst dit jaar is de Pride-vlag, de regenboogvlag, gehesen. Het Erasmus MC is in mooie regenboogkleuren verlicht 's nachts als je hier langs loopt. Het ziet er prachtig uit. Wat is de reden dat er dit jaar voor zo'n duidelijk statement is gekozen? Kan iemand daar wat over zeggen? Ja, ik wil niet meteen de hele tijd aan het woord zijn, maar ik kan er wel iets over zeggen. Ik denk dat sinds betrekkelijk recent alles wat met diversiteit en inclusie te maken heeft nadrukkelijk op de agenda staat van het Erasmus MC als hele organisatie. We liepen daar natuurlijk in het onderwijs er wel op voort voor. We deden daar een heel aantal dingen in. Sinds kort heeft de Raad van Bestuur, en je hebt zo'n sponsor helemaal hoog in de organisatie, heb je natuurlijk nodig, heeft dat ook omarmd en is veel nadrukkelijker initiatieven gaan vertonen. Dan is het natuurlijk moeilijk, want de Erasmus MC is zo'n grote organisatie. Er spelen zoveel verschillende dingen. Dus als je een taskforce neerzet, dan heeft die zo'n enormiteit aan taken. Maar in ieder geval, een van de dingen die je kan doen, is het gewoon uitdragen en het zichtbaar maken en er ook echt voor gaan staan. En daar past het hijsen van de Pride-vlag past daar natuurlijk fantastisch in. En hebben jullie daar ook reacties op gekregen? Want daar ben ik nu wel heel benieuwd naar. Nou, het is sowieso voor mij voor het eerst sinds 23 jaar dat ik hier rondloop, dat ik die vlag zie hangen. En ik merk dat ik er zelf wel heel blij van word, iedere keer dat ik hem zie. En ook als ik inderdaad met collega's, ik wijs hem iedere keer aan en je krijgt hele leuke gesprekken erover. Ik heb het inderdaad ook gepost op het filmpje van het hijsen van de vlag heb ik gepost op LinkedIn. Ik vind het heel erg leuk om te zien hoeveel mensen dan toch dat een warm hart toedragen en daar dat liken en dat leuk vinden. Dus tot nu toe, wat ik heb gehoord, is alleen maar heel positief. Er zijn nog geen negatieve reacties. Je mag onbeperkt praten, Maarten. Want je zit hier een kwartier, dus je mag gewoon de tijd nemen. Ik heb eigenlijk ook alleen maar positieve reacties gezien. Als je op Agora kijkt, ons intranet, daar staat het filmpje ook. Daar is wel een discussie. Daar zie je wel wat verschillende
stemming. Die gaan ook alle kanten op. Die gaan niet over de Pride-vlag, maar over genderneutrale toiletten en van alles. Waar je ook, in ieder geval hoor je daar een grotere variëteit aan discussie. Maar jeetje met netje, dan hebben we in ieder geval een discussie. Dat is al fijn. Dat was er zelfs niet. Dus ik vind alles winst. Alles winst dat we ophalen. En de dag dat we hem gehezen hadden, kwam ik aan het eind van de dag kwam ik buiten. Ik zag 2-3 mensen die een foto stonden te maken van die vlag. En daar was ik gewoon super trots op ook. Ja, mooi. En heb jij nog dingen gehoord vanuit de studenten? Ik denk dat ik studeer nu dus. Ik ben nu bezig met mijn 4e jaar. En zelf heb ik ook nog niet echt iets meegekregen van dat de faculteit EMC stilstaat bij dit onderwerp. Dus daarom was het ook al voor de studenten dat ze wel het gevoel hadden van oké, we worden hier geaccepteerd. Er wordt stilgestaan bij dat wij misschien een minderheidsgroep zijn, maar we worden hier wel geaccepteerd binnen het EMC. En dat was voor hun wel een soort van opluchting. Omdat er nu wel echt bij stilgestaan werd. Dus dat was voor hun heel erg fijn. Dat is vooral hetgeen wat ik gehoord heb. Inderdaad ook eigenlijk alleen maar positieve reacties. En Bibi, heb jij nog iets gehoord? Nee, eerlijk gezegd niet. Maar dat kan ook komen omdat ik in de avond- en de nachtdienst zat. Dus dat er iets andere vibe heerste. Maar ik weet wel dat ik aankwam lopen dus bij de ondergaande zon. En die vlag daarboven zag schitteren. En dacht van, hé, dat is geinig. Alleen, een vlag voelt magertjes. Mm-hmm. Toch, als aandachtspunt. En wat zou je willen? Nou ja, dit soort dingen. Ja. Dus meer gesprek. En nou ja, als ik zo Rosanne een beetje aanhoor, denk ik dat studenten misschien nog wel behoefte aan hebben aan iets meer dan een vlag en een gesprek als dit. Maar misschien zelfs gewoon klassikale discussies. Ik noem maar wat. En meer onderwijs erover. Dus het voelt allemaal nog wat een begin. Oh, hoe zou jij ervoor openstaan? Ik bedoel, dit wordt straks waarschijnlijk gestreamd. Hoe zou jij ervoor openstaan dat inderdaad studenten ook contact zouden zoeken met jou bijvoorbeeld, om hier een gesprek over aan te gaan? Als zijnde ook geneeskundestudent en helemaal in de artsenwereld. Ik zou dat hartstikke leuk vinden. Ik denk, als ik naar mezelf kijk, dat ik daar nog te weinig mee bezig ben geweest ook tot nu toe. Dat ik vooral bezig ben geweest inderdaad met mijn eigen doelen. En dat dit onderwerp, als je erover na gaat denken, je zo aan het hart gaat, dat ik het ook heel erg belangrijk vind dat mensen zich daar vrij in voelen. En ik denk ook dat het, als ik mezelf kijk, toen in die fase, dat het misschien wel heel erg prettig was geweest als je gewoon wat meer mensen had gehad waarmee je naartoe kon en wat vragen kon stellen en onzekerheden kon uiten. Dus ik sta daar helemaal voor open. Even terugkomend op inderdaad waar het gesprek een beetje mee begonnen. Met tot in hoeverre inderdaad dat het inderdaad op mijn voorhoofd geschreven staat. En dat misschien anderen daar minder. Maar daarom denk ik juist dat het soms ook wel fijn is als juist sommige mensen daar heel open en heel duidelijk in zijn. Maar dan zou ik inderdaad ook de volgende stap moeten maken. Van joh, ja, ik ben daar heel open en ik ben daar heel makkelijk in. Maar ik had het denk ik zelf destijds ook fijn gevonden als ik zo'n soort, misschien niet eens per se echt een rolmodel, maar in ieder geval zou weten van oké, als ik ergens mee zit, dat ik naar die persoon toe zou kunnen gaan. En ik denk dat dat inderdaad wel iets is waar we uiteindelijk ook wel iets mee kunnen. Klinkt alsof hier een plan ontstaat. Ja, ik wou dat zeggen. Ik vind het echt een heel goed initiatief. Want er zijn zoveel studenten die hiermee struggelen. Niet goed weten naar wie ze moeten gaan. Ze hebben waarschijnlijk ook een visie van oké, ik wil heel graag in de soms wel wat hardere artsenwereld komen. Hoe lukt dat? Gaat dat? En ik denk dat we hier sowieso twee voorbeelden hebben. Het kan, weet je wel. En ik denk dat jullie inderdaad misschien geen rolmodel, maar wel iemand die je kan helpen en je waar je verhaal kwijt kan vertellen wat er misschien gebeurd is. Een vervelende opmerking. Ik denk wel echt dat dat heel erg zou helpen voor heel veel studenten. Maar vooral ook om te laten zien dat het mag bestaan binnen het Erasmus. Dat het er mag zijn en dat het onderdeel is van het Erasmus. Want volgens mij is het wijdverspreid aanwezig, maar wordt het inderdaad nog heel vaak, ook onder medewerkers, nog wel voorzichtig over gedaan. Net als wat jij zei. Ja, precies dat. En het grappige is, we zijn hier allemaal wetenschappelijk georiënteerd. En alle onderzoeken wijzen eigenlijk uit dat hoe diverser de organisatie, hoe beter die het doet. En hoe beter mensen zich voelen. Dus ik denk dat wij op basis van empirisch bewijs hier gewoon mee verder moeten. Ik dacht bijna dat je iets zou gaan zeggen over dat onderzoek bewijst dat het genetisch bepaald is of zoiets. Maar laten we, daar kunnen we het ook over hebben. Maar dat, ik vond nu met name voor de mensen hier. Ja. Maarten, als je dit allemaal zo hoort, zie jij ook eigenlijk een begin ontstaan van meer?
Ja, ik zie zeker een begin ontstaan van meer. En we hebben zelfs een korte discussie gehad of we die vlag wel moesten hijsen. Of we, niet omdat we het niet zouden willen, maar omdat het inderdaad... Ja, een vlag hijsen is makkelijk. Dat, hij is wel zo groot dat je hem niet zo in de winkel kan kopen. Je moet hem wel apart bestellen, maar dat was ook werk de enige drempel die we hadden. Maar het is denk ik ook gewoon een signaal, een startschot dat we gewoon dingen echt serieus gaan nemen. Dat we echt... echt aan de gang gaan. En door dat zichtbaar te maken, door dat naar buiten te brengen, kan het ook niet meer, kan het niet meer verzanden, weet je wel. We zijn nu een soort verplichting aangegaan om echt dingen te doen. En ik heb al even met Geeske een keer erover gehad. Inderdaad. En ik denk dat er supermooie dingen te doen zijn, waarbij we inderdaad rolmodellen zoeken, het niet zozeer zoeken in, weet ik wat, een hele lijn van je kan het melden als er iets helemaal misgegaan is, maar een veel, veel plezierigere lijn waar je geen ingewikkelde procedures in moet, maar waar je elkaar gewoon vindt, waar je je ervaringen kan uitwisselen en dergelijke. Het andere moet je ook hebben natuurlijk voor als het misgaat. En dat zal ongetwijfeld nog een aantal keren misgaan. Maar dat, daar hebben we echt heel veel zin in. Ja, om maar bijvoorbeeld een balletje op te gooien, 1 keer in de maand misschien een borrel waarbij mensen... studenten en docenten of docenten en studenten en medewerkers überhaupt in de breedste zin van het woord gewoon bij elkaar kunnen komen om gezellig samen een biertje te drinken zonder dat er moeilijke gespreksonderwerpen op tafel liggen, maar gewoon dat je het gevoel hebt, daar kan ik even naartoe, want dan voel ik me even om eens een balletje op te gooien. Ja. En wat non-alcoholische versnaperingen erbij ook nog. Uiteraard, ja. Non-alcoholisch, alcoholisch, alles wat men maar wil. Volledig inclusief, ja, zeker. Ik ben eigenlijk nog wel benieuwd, Rosanne of Chantal, of jullie voorbeelden hebben van andere universiteiten of faculteiten waarin dit al wat breder gedragen wordt en waarin ook leuke initiatieven zijn ontstaan. Ja, er zijn, Student Pride is dan verbonden aan universiteiten en hogescholen in heel Nederland. En ik ga dit heel kort proberen samen te vatten voor nu, want anders dan zijn we een uur verder. Maar heel veel hogescholen en universiteiten zijn gestart met het inzetten van die toolbox. Mm-hmm. Dus dat zal ik ook naar Maarten sturen, deze toolbox. En dat is inderdaad een basis om het onderwijs inclusiever te maken. Ik moet zeggen dat ik ooit getriggerd werd door docenten van het Erasmus MC. Die zeiden van, we willen wel het onderwijs inclusiever maken, maar we hebben dan wel iets van tools nodig. Nou, dat was voor ons de trigger om ermee te starten. En inmiddels wordt hij aangevraagd. Hij is ook gewoon te downloaden via internet, hoor. Maar wordt hij door heel Nederland vragen mensen om die toolbox nu bij universiteiten en hogescholen. Dus dat is al een basis. En we zien dat er bij heel veel hoger onderwijsinstellingen inderdaad zo'n maandelijkse borrel is. Dat er wat vaker een symposium wordt gehouden. En dat hoeft niet per se altijd helemaal te gaan over precies dit onderwerp. Maar wel een symposium waar het onderwerp wel voorbij komt. Waar het een gewoon onderdeel is van. Ik denk dat de combinatie van evenementen, een maandelijkse borrel waar mensen heel laagdrempelig kunnen aansluiten, het inzetten van de toolbox. Ik denk dat de 3 dingen zijn die op dit moment het meest universeel worden toegepast bij de andere universiteiten en hogescholen. Ja, dus ik zou zeggen, doe daar ook je voordeel mee natuurlijk. Ja, we naderen een beetje het einde van de uitzending, maar ik ben wel heel benieuwd wat jij misschien met Disco nog, of je nu ook ideeën hebt opgedaan. Ja, ik vond het idee van Geeske inderdaad een soort van vertrouwenspersoon. Ja, vertrouwenspersoon klinkt ook al gelijk heel erg officieel. Maar gewoon een persoon hebt waar je laagdrempelig naartoe kan gaan. Een docent waarmee je kan praten. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En waar we op dit moment ook mee bezig zijn, is het onderwijs. Om daar dus te kijken naar waar kan het nog meer inclusief. Want we hebben 1 zelfstudieopdracht gehad over de LGBTQ+ community. Maar wat me heel erg opviel in die opdracht is dat er heel vaak wordt gesproken, en dat is natuurlijk heel makkelijk bij geneeskunde, als patiënt, als een extern persoon. En ook dat ZO leek te gaan over een extern persoon. Zo van, oké, je leert over iets, maar dat is een extern persoon. Terwijl tegenwoordig is voor mij op zijn minst 1 op de 8 volgens mij behoort tot de community. Dus uitgerekend, dat zijn, 60 studenten per jaar die toch zo'n ZO zitten maken en het leest als een extern persoon, terwijl zij het misschien zelf zijn. En ik denk dat daar de opleiding nog iets uit kan halen. En daar zijn we op dit moment ook mee bezig, om daar kritisch naar te kijken. En dat wil ik ook graag doorvervoeren, zeker na dit gesprek.
Nou, mooi, Rozan. Heel mooi. Zijn er nog anderen aan deze tafel die nog graag een laatste iets willen toevoegen aan dit gesprek? Ja, alleen dat ik ontzettend blij ben dat we het gesprek voeren. Echt. En het gaat over allerlei vormen van sociale veiligheid waar we het over hadden. En ik zie echt van alles gebeuren in de hele organisatie op alle niveaus. Dat gaat over kansen voor hoogopgeleide vrouwen tot de dingen waar de Kaapverdische jongens op de karretjes beneden tegenaan lopen en alles ertussenin. En we hebben dan ook nog een specifieke club waar we inderdaad in het onderwijs gaan kijken wat er spelen dingen waar we helemaal niet hoeven te wachten op wat er in de hele organisatie gebeurt. Dus het zindert echt op het ogenblik. En dat is echt heel erg tof. Mooi. Ja, ik wil daarin graag inderdaad ook jou graag bedanken. In ieder geval voor het organiseren en het opzetten. En jou natuurlijk hartelijk dank voor het leiden van het gesprek en ook voor ons uitnodigen en alles. Maar ik denk inderdaad dat Erasmus wat dat betreft nu een hele goede stap is heeft gezet. En in de breedste zin van het woord wat betreft diversiteit en inclusiviteit. Ik heb de cursus ook al gedaan. Ik denk dat we wat dat betreft echt wel hele goede stappen voort aan het maken zijn. Dus mijn compliment ook naar de opleiding toe. Ja, ik vind het heel lief dat je mij daarvoor bedankt. Maar er zijn echt heel veel meer mensen die daar nog veel harder mee bezig zijn. Je bent nu eventjes inderdaad, je staat even figuur voor al die personen. Je vertegenwoordigt dat gewoon nu aan deze tafel. Nee, dus inderdaad heel hartelijk dank. Ja, ik denk dat Bibi ook nog best wel even het laatste woord kan nemen, toch? Ik denk dat dit een ontzettend nuttig gesprek is. Wat voor studenten, docenten en medewerkers en ook alles hogerop een heel belangrijk onderwerp is. En waar volgens mij ontzettend veel enthousiasme en breed draagvlak voor is. Dus laten we er met z'n allen meer van maken. Nou, heel hartelijk dank. Heel hartelijk dank allemaal. Bibi, Geeske, Maarten, Rozan. Heel hartelijk dank voor jullie komst. Deze video wordt verspreid. En daaronder gaan we natuurlijk allemaal e-mailadressen van jullie zetten, begrijp ik. Ja, en natuurlijk verwijzing naar Disco. En voor alle mensen die nog denken van wat is Student Pride en waar zit die toolbox? Kijk op www.studentpride.nl. En je kunt ook daar informatie vinden. Dus heel hartelijk dank en hopelijk tot snel.